De ene kant zit nu heel leuk en de andere kant niet. Tada, slaap. Sporty. Nou, ik ben er klaar voor. Ik ga even Govert zoeken, fotograaf. Kijk, we hebben hier een opstelling getekend. Zo. Hier zo hier achterop, waar iedereen zou moeten gaan staan en zitten. Okay. En ik wil jou bezitten. Om... Graag. Ja, nee, 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 nee. Dus, jij mag hier zitten. Ja, ik ben de oudste, dus ik mag leven. Kom maar opa. Heer. Komt Jan. Ja, maar zo staat het wel vaak, hè, van het muurtje. Ja, nee, maar dat, het is nu geen muurtje, dus het is... Of het op het Ik heb veel over voor de kinderen en voor Yvonnie natuurlijk. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar deze broeken zijn zo... Ja, kijk, bij hen gaat het nog wel. Maar als je mij die broek aan ziet hebben, dan denk je echt... We gaan kamperen en in de broek van Claudia. Ze had een prachtige petticoat aan, zoals je ziet. Oh, ja. Dat zie je dus niet. Maar die had ze het al aan. Dus ik zie dat wel straks. Ja, zie toen. Ja, ik zei dat tegen jongens. Zo, ja, zo verstopt hebben we even voetballen. Ik voetbal is met 11 mensen gewoon. Ja, ja. En één van die 11. En een coach. En een coach. Ja, ja. Maar één van die 11 is keeper. Ja, dus meestal. Ja, maar wie is dat? Die heeft een ander shirt aan. Nee. Anders probeer ik, hoe heet het shirt van Jurgen wel... heel donker te maken. En ze weten dat Govert het gefotografeerd heeft. Dan denken ze dat er ontbreekt toch altijd iets. In dit geval de keeper. Maar die schoenen van Claudia zijn in orde. Zie jij nog een keer? Dit is een heel relaxed voetbalteam wordt dit. Ja, nou, ziet er goed uit hoor. Ja, toch? Volgend jaar de transfer naar Barcelona, we zijn helemaal klaar. Kan ik eigenlijk wat gaan verdienen.